هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, mensen zijn er weer. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. En met gloednieuw bedoel ik ook echt daadwerkelijk gloednieuw. Want dit is de eerste aflevering koken met Brian. Nee, koken met Billen, dat zijn. Koken met Billen. En eigenlijk is het vrij makkelijk. We nodigen een bekende Nederlander uit. Die met wie we gaan koken en die mag zelf bepalen wat we gaan koken. Ik sta hier met wie sta ik hier? Kijk met wie sta ik hier, zeg dan. Nebin? Ja, nee. Hey, sowieso, love dat je kan. Nee, zeker, ik heb er zin in. Ja, toch? Ja. Wanneer jij belt, dan is het altijd, heb ik er altijd zin in. Dankjewel, ja, man. Dankjewel, Lennie, ik heb er ook echt heel veel zin in. Sowieso beginnen met koken. We zijn eerst boodschappen gaan doen. Ja. Dus kijk eventjes mee en tot zometeen. Yes. Love. Weet je al wat je wil gaan koken of nog niet? Ja. We gaan het nu bedenken. Ik zat te denken misschien aan een pasta of... Jij bent van pasta? Ja, dat is wel lekker. Ja, koolhydraten. Heerlijk. Ja? Voor de trainingen, zeker. Zeker. We gaan kijken. We gaan later denken. Ja, zeker. Wie daarnaast? Lang. Nee, binnen! Nee, binnen! Kom op, nee! Echte mannen! Nee, ze mag echt mannen. Ik pak hem ook, zal ik hem meenemen? Oh ja, kan hoor. Ja, ja, geen probleem. Echte mannen! Nee, joh. Ik kan het ook eten. Ja, voor jou. Ja, ik ook voor jou. Ja, wat hoort er allemaal in? Ja, we gaan even checken. Ik heb hier het recept. Ik heb veel champignons nodig. Kip, zout, peper. Dit is echt serieus, hè? Ja, wat je doet. Als er gekookt moet worden, moet er gekookt worden, toch? Alles wat ik doe, doe ik serieus. Ik kan wel een klein beetje koken. Ik vind het ook echt leuk om te doen. Ja? Jawel. Kijk je ook wel eens naar die Gordon Ramsay en zo? Wil je lachen? Ja. Weet je wat ik af en toe opzet? Nou? 24 Kitchen. Nee, joh. Ik kan ook gewoon rustig naar kijken hoe mensen aan het koken zijn en hoe zij. Ja, joh. Dat is schadelijk. Kun je een beetje koken? Smaak even koken. Ja, maar als ik het niet zeg, thuis gaan ze kijken, dan verraad ik ze. Dan moet je voor gaan koken. En als je kookt, let je altijd op de prijs of pak je gewoon? Nee, ik wil makkelijk, man. Eigenlijk niet goed, hè? Nee, man. Ik pak gewoon. Maar, want als ik hier kijk, dit is 76 cent ja. Voor twee stuks. Ja. Broer, bij de, Bij de Marokkaanse Turkse slager. Ja, ja. Hoeveel kost deze hier? 80 cent voor twee stuks. Weet je wat wij altijd doen? Nou? We gaan altijd naar de boer toe en dan kopen we echt zakken. Nee joh! En dan laten we dan in de schuur of in de... Dit doet me denken aan vroeger, man. Ja toch? Moest ik ook met... aardappelen en eieren. Daarna, dan gingen we naar de boer toe en dan deden we met mijn vader deden we dat toen al. Zullen we even kijken waar binnen is? Binnen is inderdaad. Ja? Waar zou je hem vinden, denk je? Waar houdt hij van? Dat is wel een goede vraag. Wil je snoepen? Nee man, helemaal niet. Nee. Hey! Ja, daar hebben we hem. Hey! Brian! Alles goed? Gaat het niet aan? Wat? Was je mee? Kom hier. Kom hier, Jochij. Wat is dit? Gaan een wijntje. Een wijntje? We zijn maar romantisch doen. Gewoon ham, alles. Nee, joh, ga terug. Kom op, jongen. Ik mocht niet eens optillen. Ik ga dit even terugbrengen. Ga je, let jij op Billen? Volg jij Billen? Ja, hij is met mij. Okay. We komen van het paard op de kruiwagen. Al die dingen die ze niet zien. Dromen die de mama kennen hem uitdaag. Maar met alle heb je niet meer. My love is jouw love, is my love. Ja, ja, my love is jouw love, is my love. My love is jouw love. Ja. Hij is er alweer, hè? Strijder! Alles goed? Lekker! Lachdik, man! Museum, bro. Hoe gaat het met boksen en corona? Topsport gaat door, toch? Ik moet toevallig samen eind februari moet vechten, man. Eind februari? Ja. Groot gevecht? Maar er is lange tijd is er niks geweest. Ja? En zonder publiek natuurlijk. Oké. Dus het is wel anders. Ja, het is anders. Alhamdulillah dat er wel wedstrijden zijn. Ja, toch? Ja, zeker. In ieder geval drinken, broer. Lachdik, man. Dankjewel, man, broer. Lachdik.
komt helemaal. Wow, 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 wow. Ze mist een mandje. Nee, nee, leg terug, Hazza. Nee. Voor Khadija. Nee, Khadija, de hele dag Khadija, sahbi. Ik zeg eerlijk, als ik dit zo mag. Binnen. Assalam. السلام عليكم لاباس ليه الحمد لله و انت خلاص ليت فرانسوك كوك نبات يا ديز مان بلال كي داير لاباس شي مزيان تاخذ خوت اوت بلال شو اختي مانا كما كنا عم بيو ايت بلال gelijk. Oké, hoe vond je het boodschap doen? Het was hectisch, man. Het was wel intensief om eerlijk te zijn. Ja? Boodschappen met Bilal is wel... Dat is geen grap, hè? Ja, moet je wel even voor gaan zitten, ja. Maar wel leuk. En we gaan een pasta maken. Pasta tagliatelle met roomsaus. Hoor je dat, Bilal? Ja. Pasta tagliatelle. Zeg eens, tagliatelle. Ja, goed zo. En bij de slager moeten we natuurlijk ook dit maken. Echte delicatessen. Je hebt trek, hè? Ik heb honger, man. We hebben hier dus alles staan. Ja, man. Alle ingrediënten die we nodig hebben. Ik ga alvast met snijden, alles erop en eraan. En dan kunnen we van start doen. Oké. Ja? Ja, is goed. Ik heb er zin in. Kun je snijden, Bielen? Hé, maar wacht, hoe kan je nou een mes pakken? Je moet eens je handen wassen. Nee. Ja, je moet je handen wassen. Corona-proof. Ja, we gaan eerst de handen wassen. Ja, jij wel, zometeen. Ja, pak maar nog eentje. Eentje maar, hè. Hoeveel zijn er drie? Eentje maar. Eentje, Bille. Dank je. Nee, dit is een... Pak maar die daarnaast. Kun je deze terugleggen? Ja, nee, andere daarnaast. Dat is ook niet zo. Ja, dat is ook rechtshandig volgens mij. En min 12. Ja, dankjewel. Ja, goed zo, jongen. Wanneer is de laatste keer dat je ging koken dan eigenlijk? Ik kook nooit, man. Oh, serieus? Ik kook nooit. Holla, je staat er, ik zeg je eerlijk, hoe je erbij staat. Het is echt van... Nee. Nee. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik de tijd ervoor heb, vind ik het wel leuk om te doen. Maar het komt er gewoon niet van. Maar het komt er niet vaak van. Maar als ik het doe, dan hou ik wel van om uitgebreid te koken. Acteren, hou je daarvan? Vind je dat leuk? Of... Ja, ik vind het wel leuk om acteren, ja. Ja? Dus nu toevallig een serie waar ik ook in speel, Mokka Mafia. Dus weten de mensen dat al of... Nee, eigenlijk niet. Is het een primeurtje? Het is wel een beetje. Nee, joh. Ja, ik speel een derde seizoen. En, maar hey, hoe gaat zoiets? Nou, is dat gewoon via gegaan of ben je benaderd? Of ja, had jij zelf ambities? Nee, het is niet dat ik zelf ambities had of zo. Het is eigenlijk een beetje... Ik had contact met Ahmed Akabi. Dat is de maker van Mokka Mafia natuurlijk. Mm-hmm. En we waren gewoon een beetje met elkaar aan het praten. En het was eigenlijk al het eerste seizoen. Waren we met elkaar in gesprek. En ik stond er eigenlijk ook wel voor open. En ik had zoiets van, waarom niet? Lijkt me wel tof, leuke ervaring. Komt er een stuk van jouw karakter in terug in de serie? Of is het juist tegenovergestelde? Ik moet wel eerlijk zeggen, dat is de karakter die ik speel in de serie komt wel redelijk overeen met hoe ik in... Ja, ik wil nou niet zeggen hoe ik het echt ben. Het is natuurlijk Mokka Mafia en dat gebeurt in een en ander. Ja. Dat dan weer niet. Maar ik zeg niet veel in de serie. Het zijn meer handelingen die ik verricht. letterlijk zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat past ook een beetje hoe ik over het algemeen ben. Een hele boze personage. Ja? Dus mensen gaan wel even versteld staan. Ik hoop het, man. En wat vonden ze er thuis van? Wat vonden ze er thuis van? Mijn broers vonden het tof. Vonden het leuk. Moeder had zoiets van, ja, kom of ja. Maar het is maar afwachten hoe het eruit gaat zien. Hoe het, meisjes steunen me alles wat ik doe. Ja. Die Libby gaat te snel, I gotta slow down. Paar winters geleden had ik het zo koud. Niemand gaat je vertellen, niemand die coach jou. Je weet niet hoeveel bagage ik met me rondjouw. Kan vergeven, maar weet wel dat ik het onthou. Als je struggelt in Libby, doe ik het voor jou. We spraken elkaar en de laatste keer dat we elkaar spraken is het moment eigenlijk dat je met die stare down bezig was. Klopt, en ik hoopte jou nog die wedstrijd te zien. Inderdaad. Maar daarvoor, je vader die speelde al wel het een en ander daarvoor. Ja, mijn vader die is eigenlijk al was een lange tijd ziek. Mijn vader die is 16 jaar ziek geweest. Mijn vader kon ook wel een klein beetje lopen, maar
Je had daar wel echt ondersteuning bij nodig. Maar dat lukte dit keer ook helemaal niet. Dus met mijn vader heb opgetild, heb ik hem naar zijn bed gebracht. De huisartspost was nog ondertussen nog aan de lijn met de huisartspost. En toen hij eenmaal op bed lag, toen kreeg hij een hartstilstand. Op dat moment is het natuurlijk wel snel handelen, dus ik heb mijn vader van zijn bed afgehaald, gereanimeerd. In de tussentijd kon ik nog bellen met de huisartspost, dus zij hebben de ambulance gebeld. Ik denk dat ze na 10 à 15 minuten waren ze er. Maar het was ook zo'n apart moment. Ik was natuurlijk heel functioneel op dat moment bezig. De chauffeur die aan het sterven is. Dus daar ben je dan ook volledig mee bezig. En toen de ambulance eenmaal aankwam en zij het eigenlijk hadden overgenomen. En zij zo'n hartmassageapparaat had gebruikt. Toen kreeg ik uiteindelijk de kans om mijn broers te bellen. Het was hectisch. Op dat moment natuurlijk van het reanimeren en zo moest je even functioneel zijn. Maar toen mijn vader eenmaal lag, mijn vader heeft 40 minuten is die gereanimeerd. Ja, dan stort het wel even, weet je, dan komt het tot je door dat je vader daar aan het overlijden is. En dat zijn ook dingen wat ik denk voor de rest van mijn leven wel mee zou krijgen, weet je. Dat zou niet meer van mijn Netflix afkomen. Maar uiteindelijk kreeg mijn vader weer uitslag na 45 minuten gereanimeerd zijn. Toen hebben ze testen gedaan in het ziekenhuis of hij nog hersenfunctie had, hersenactiviteit. En uiteindelijk is mijn vader na een week in de IC is die zelf overleden. Dus ja. Ja, man. Ja, dat is wel. Als je zeg maar zo jong bent. Ja. Ik kan me niet indenken, ik spreek nu soms mensen zeg maar. Zeg maar, als iemand 50 is, 60, dan geeft het wat makkelijker een plek. Ja. Als iemand 20, 21 is. Kijk, weet je wat het is? Mijn vader die was wel lange tijd ziek. Hè? Mijn vader is behandelaar, hij is 16 jaar ziek geweest. Mijn vader die leed ook wel echt. Hè? Dus dat soort dingen maakt het voor je ook wel makkelijker. Weet je, het idee dat hij dan, het idee dat hij overleden is, maar maakt het makkelijker een plekje te geven. Dus mijn vader heeft echt geleden in 16 jaar. Mijn vader is, in eerste instantie hadden ze het ook niet gepland. Tenminste, ze hadden ook niet verwacht dat mijn vader zo lang zou overleven. Mijn vader heeft ook eerst lange tijd in coma gelegen. Voordat hij ziek was, was volgens mij een half jaar in coma gelegen. En ik zou ontkennen tegen je als ik tegen je zeg dat het niet moeilijk is. Je blijft je vader en met momenten dan herdenk je hem weer eens dat je eerste keer heet. Hoe was dat? Ja, dat was wel een apart moment. Mijn vader is dan de oudste van het gezin. En normaal komt iedereen naar jou toe dan. En dit keer is je vader niet bij, weet je. En dat zijn dingen die, en dan schiet je wel vol. Dan word je er weer op, weet je. Herinnerd van die vader die weg is. En ja, alhamdulillah, weet je. Alhamdulillah. Mensen hebben het altijd moeilijker dan dat jij het hebt. Ik heb mijn vader nog mogen meemaken. Ik heb voor mijn vader mogen genieten in hoeverre dat het kon. Ik blijf mijn vader. En, het minste wat ik voor hem kan doen is hem meenemen in het gebed. En allemaal dingen voor hem verrichten, weet je. Meer dan dat kan je ook niet doen. En het is gewoon een kwestie van tijd om het steeds beter een plekje te geven. Maar met Gods wil, met Allah's wil, moet het goed komen. Inshallah. En hoe gaat het met jouw moeder? Ja, mijn moeder gaat het ook wel goed. Voor haar natuurlijk nog moeilijker. Mijn moeder heeft mijn vader gewoon 16 jaar lang verzorgd thuis ook. Dus ik heb ook echt diepe respect voor mijn moeder. Echt, echt diepe respect voor mijn moeder. Ik heb 5 kinderen opgevoed. Naast een zieke man erbij. En alles wat ze voor hem over heeft gehad, weet je. Ja. Zij is geen vrouw als mijn moeder. Klinkt misschien echt cliché, maar dat is echt zo, weet je. Ja. Ryan, ja. Je begrijpt zo meteen wel dat jij dit gaat doen, dat daar durf je niet aan te beginnen, hè? Nee, dit is wel ander kaliber, toch? Ja. Laat het aan jou over. Dat wil ik niet verkeerd, weet je, als dit verpest wordt, is het niet erg. Als dat verpest wordt, dan word je niet blij mee, aangezien je een vleeseter bent, toch? Ja. Nee, ik ga een hulplijn inschakelen. Okay.
Ja, doe maar. Oké. Hey Gadish, je staat op luidspreker. Weet je het zeker, Bram, dat je dat wil? Nou, dat, dat weet ik niet zeker. Nee. Oh, wacht even. Je weet hoe je weg bent gegaan vandaag, als je weet. Ik ben niet vrolijk weggegaan. Gadisha! Hey, wacht even, Bino. Mag ik even mijn eigen vrouw praten? Nee. Ja, wat doe je? Nee, wacht even. Nee. Wat doe je? Wacht even. Ik moet even wat vragen. Ja, oké. Okay, nou, praat maar. Zeg maar, wat wil je zeggen? Gadisha! Ja? Kijk eens. Ze kan het niet zien. Ik zie het helemaal. Hoe heet die dingen nou ook weer? We hadden toch vorige keer die runder, zeg maar, een soort kotelet, maar die hele grote. Die poot. Die poot, zegt ze. Dat gaat niet werken, Meijer. Je bent niet Meijer. Een beetje leid. Gadisha. Ja, wacht even, Bilal. Ja, moet je kijken als hij bolle. Wacht even, Bilal. Ja. Wacht. Ja, Bilal. Waarom hebben we nu dan niet huis? Slapen. Als jij die poot meeneemt, dan kan ik ook niet slapen. Dan moet je prima. Ja, wat ik heb gedaan is in een pan, zeg maar, gewoon lekker een groot, dikke blok roomboter erin. Ah, daar zit het hem in. Ja. Twee teentjes knoflook erin, daarbij. Gewoon eventjes in de buitenkant gewoon een beetje bruin bakken. Hoe noem je dat? Gadish, je praat alweer te veel. Wij houden contact. Dankjewel voor de hulplijn. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die foto eruit gaat komen. Echt waar, Gadish? Gadish, nou dankjewel. We hebben één hulplijn al gebruikt. Hoi hoi. Ja, Bilo. Dan ben je op vakantie. Vakantie, ja, weer wel. Corona, je gek. Sorry, directeur, we nemen de tijd. Sorry. Ja, inshallah. Inshallah. Dat zei mijn vader ook vroeger altijd. Ja? Inshallah. Misschien altijd geen inshallah. Oké, ja. Is gefixt, toch? Dus je hebt begrepen wat ze heeft gezegd? Ongeveer. Ik zeg ook inshallah. Het is wat het is. Je handen in je ogen, anders ga je ogen traan. Ja, ze beginnen al. Ze beginnen al een beetje te traan. Gaat het? Goeiedag, directeur. Hallo, goeiedag. Alles goed? Ja, zeker. Super. Lekker. Hij zit er wel, je weet toch? Ja, we zijn wel vandaag met verkeerde benen uit bed gestapt, maar het is niet anders. Ja. Voor de mensen die Hamza nog niet kennen, goeiedag. Hij is de eigenaar van Keukenseel in Leiddorp. En ik zeg echt eerlijk, dikke keukens. Dankjewel. En ze weten, ik promote alleen maar mensen die liefdevol zijn, waar ik oprecht achter sta. Dankjewel. Wederzijds. Dankjewel. Hoe vind je het doen? Ja, super leuk. Vooral het gedeelte met het uitjes snijden. Kijk, die jongen is gewoon aan het tranen, weet je wel. Ja, hij zegt dat hij geen emotie heeft, maar hij traant wel. Ja. Hij is wel kickboxer, hè? Ja, ik moet hem wel te vriend houden. Ik heb wat filmpjes gezien, dus... Geen grap, hè? Dat ging goed aan toe. Zo vaak ook je niet. Kijk, het is goed. Wat dan? Oh, serieus? Ja. Mijn moeder stopte dan in één keer mes in. Is dat zo? Als iets niet werkt, gaat er een mes in. Gaan we er een mes in stoppen? Ja, broer, moet. Ga jij er een mes in stoppen? Even handjes terug, bieden. Ben! Je schrok. Hij schrok. Voor de pasta zo meteen, ja, slim. Ja. Ja, heb je het tegen hem gezegd of? Nee, het is zo dat hij het. Ja. Wil je ooit wel iemand koken? Ja. Doe je dat eigenlijk wel eens koken, vaak thuis? Bij mij niet. Nee? Nee. Helpen of snijden of iets of... Nee, dat doet hij wel waar hij woont in de instelling. Oké, okay, dat doet hij wel vaak. Ja. Ja. Goed zo. Goed zo, jongen. Meneer de directeur, kun je ook even komen helpen? Neem het over, twee. Rijn! Nee, dit is te veel. Maar eentje is genoeg. Eentje? Ja, maar ik kan het terugbrengen. Oh, sorry. No.
Wat zou je moeder zeggen als ze dit zo ziet? Mijn moeder trots op me. Ja? Moeder kijkt overigens al je vlogs, hè? Ja? Al je vlogs. En moeder is oude vrouw, hè? Dus moeder is gewoon een oude vrouw. En jouw vlogs is de ene vlogs die ze dan ook bekijkt. Ze kijkt ze elke keer weer. En toen ik vertelde dat ik met jouw filmpje zou maken, vond ik ook echt, echt leuk. Ah, gruwelijk, man. Serieus. Vond het echt tof. Maar geloof ik aan Hajja. Waar heb je wel idee? Ja toch? Ja toch? Ook dit bericht gaat echt leuk. Ja, Allah, ja. Zeker. Allah je hajjwoord. Allah je noemwoord. Allah je salhoud. Amin. Ja toch? 100%. Maar ik had een ding eens bekeken. Een wedstrijd van Badr, Hari. Ja. Wat vond je van die wedstrijd? Ja, wat vond ik ervan? Ja, ik heb natuurlijk wel Badr beter gekend. Het was niet naar wat ik had verwacht in ieder geval. Ja. Ik had nog verwacht dat hij over de mee zou walsen, maar... Helaas is dat niet gebeurd. En ik vind wel dat mensen hem te onderdoen. Ja, is goed. Ik vind wel dat mensen hem te onderdoen. Weet je? Ja. Zo'n verliespartij, dat mensen hem als het ware afschrijven en doen. Dat heeft hij niet verdiend. Verder van. Ja, raakt het je wel als mensen zo doen? Ja, dat is ook wel een beetje jammer. Dat is ook wel vaak wat er gebeurt. Als kickboxers, wat het nou is. Als je als kickboxer heel goed doet, dan is het de leukste sport die je kan beoefenen. Dat je iedereen respect voor je, mensen krijgen aanzien, weet je, krijgt aanzien, alles erop en eraan. Maar als je verliest, je bent zo goed als je laatste partij zegt zo. Dan is het in één keer van ja joh, je hebt de partij verloren, dus je bent toch maar niet zo goed, of kijk die sukkel, of kijk, weet je. Ja. En dat vind ik wel jammer. En dat is ook wel een beetje wat er bij Badr wordt gedaan. Als je kijkt naar wat hij allemaal heeft gepasseerd in zijn leven, is ongekend. En is het wel jammer dat mensen dan zo met hem, zo over een grootheid praten, weet je. Ja, ja. En als je jezelf zou moeten omschrijven, is het talent of is het hard werken? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat anderen dat beter zouden kunnen zeggen. Misschien een combinatie van. In ieder geval, ik weet wel 100% dat ik een harde werker ben. Dat is één ding is zeker. Dus ik vergeet nooit meer dat de eerste keer dat ik jou zag. Ja. Ik kende jou nog niet. Toen ging ik met Amira mee naar... waar was dat? Frankrijk? Nee? Kan ja, Frankrijk. Zo, de wereldkampioenschap van haar. Ja. En ik weet nog, je was met die warming-up bezig. Ja. Bro, ik durf niet eens wat te zeggen. Nee? Zeg maar, zo gefocust was je. Ja, ja. Ik, en ik dacht, wow, deze man, alleen al je houding, zeg maar. Ja. Ik dacht echt, wow, deze man is echt geen grap. En nee. Toen ik je daarna in de ring zag, ja, is gewoon... Ja, het is dus je hebt, zonder wat te zeggen tegen mij of wat dan ook, had je mijn respect al. Alleen al je non-verbalen, zeg maar. Ja, dat stel ik op prijs. Dat stel ik echt op prijs. Weet je, het is, als ik een wedstrijd vecht ook of zo, dan verander ik wel als persoon hoor. Ik ben een hele rustige jongen, ben gewoon relaxed. Ik ben gewoon makkelijk om mee om te gaan, alles op en eraan. Maar als ik een wedstrijd vecht, dan gaat er bij mij een knop om. En dan ben ik er echt om... Ik heb echt wel het gevoel dat ik oorlog ga voeren of zo. Snap je? Dat voel ik oprecht. En zo ga ik er ook in. Dus... Even checken wat hier allemaal gebeurt. Even vissen. Dit is een man, ik zie hem geen tijd gebruiken, helemaal niks. Oh, nou dat. Ja? Ik zeg, ik zie geen tijd gebruiken, niks, gewoon... Hij moet op gevoel, toch? Ja, ik weet niet. Toch, op gevoel, toch? Ja. Het is niet makkelijk, man. Nee, het is sowieso, het is geen makkelijk jaar geworden. Het is 2020 is echt zo'n moeilijk jaar geweest. Naast dat mijn vader nu is overleden, dus heb ik ook een blessure toen nog gelijk opgelopen. Dat is echt letterlijk de tweede training. Want mijn vader is. We was begonnen met trainen dan. Dat is mijn voorste kruisband afgescheurd. Right, en dit is weer zeg maar, zo'n soort van wake-up call, zeg maar. Ja. Ik zat met mijn ouders en dan heb ik het over mijn ouders, over donor, over waar wil je begraven worden. Ja. Weet je? Ja. Dat is. Voorheen was het altijd onbespreekbaar. Ja. Maar dat je nu zegt van willen jullie bij elkaar begraven worden, wil je in Marokko, wil je in Nederland begraven worden. Je merkt, je weet toch, dat je nu in de bloei van je leven zit, maar er komt een moment, kijk, wij kunnen altijd eerder gaan, maar in principe als het gewoon gaat. Als het gaat zoals het loopt. Zoals het loopt, dan zouden zij eerder moeten gaan. Ja. Weet je, als je daar bewust bij bent dan, mijn vader zegt ook altijd van, als je je ouders verliest, soms dan verzorg je ze, je doet ze alles voor ze. En als je, zodra je ze verliest, dan zul je altijd het gevoel hebben, ik heb niet genoeg gedaan. Dat is precies hetzelfde wat ik heb gehad. Weet je, ik heb heel veel voor mijn vader gedaan. Ik douchte mijn vader, ik deed alles voor mijn vader. Ik ging mijn vader te eten, ik bracht hem naar bed, alles. Maar op het moment dat je je vader verliest, dan denk je van, shit man. Had ik maar niet vaker tegen hem gezegd hoeveel ik van hem hier of van hem hou. Of had ik maar niet dit gedaan, had ik maar niet dat gedaan. En het is ook een les voor mensen. Wees goed voor je ouders, zolang je dat nog kan doen.
op het moment dat je vader is gegaan of je moeder is gegaan en je hebt niet meer de kans, dan ga je jezelf heel erg kwalijk nemen en daar moet je jezelf van behoeden, dat je dat krijgt. Weet je, kijk, op het moment dat mijn vader aan het overlijden was, dat heb ik 10 keer in mijn hoofd afgespeeld in de tijd dat hij ziek is geweest. Weet je, dat zijn momenten die, je hebt het altijd in je achterhoofd. Dus je bereidt je er ook wel op voor, mentaal. Ook gebeurt dat onbewust. Maar de klap blijft even hard. Daarom laat het niet aan toeval overkomen dat je er bijvoorbeeld bepaalde dingen niet hebt gedaan. Of dat je dingen niet hebt gezegd tegen waar je altijd weer willen zeggen. Of, en dat maakt ook dat ik nog met mijn band beter, met mijn moeder nog beter is geworden. Weet je? Dat je beseft van shit man, hoe zou het zijn als je moeder er nog niet meer is? Denk je daar wel eens aan? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Er zijn dingen die wel in mijn hoofd ontsproken. Dankjewel man. Ja, ik geloof ik zo kan. Je moeder heeft een goede jongen op de wereld gebracht. Ik doe mijn best. En je bent iemand die volgens mij duidelijk zijn afspraak nakomt. We hadden afgesproken vandaag, je was op de minuut, was jij aanwezig, ja. Je weet toch? Wat ik van de omgeving hoor is dat jij alles aan doet om je topsport zeg maar te beoefenen. Alhamdulillah. Dankjewel, shukran. Hajja mag blij zijn met jou. Maar ik geloof, ze zal dit ook zien. Inshallah. Ze kijkt elke keer weer. Nee, ik denk gaat ze leuk vinden. Zeker. Barakallahu. أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبع حنان. En voor het geval jullie denken van de directeur is klein, het is gewoon dat die stoel wat lager is. Ja, voor de duidelijkheid. Blijf bezig. Hij is aan, hè? Ja. Hoe vind je het? Hij is goed gelukt. Ja? Ja. Voor een gerecht die ik de eerste keer heb gemaakt, is het naar mijn mening aardig gelukt, ja. Ja. Bilal, is het lekker? Ja, is lekker? Ja man. Goed zo. Ik ben benieuwd naar wat je ervan vindt, bro. Dit is jouw stukje. Ik heb die pasta gemaakt, jij hebt dit gemaakt. Oh, je gaat me gelijk schuiven. Abile! Maar? Abila! Bidden! Zout en peper. Juist. Oh, hij is lekker man. Hij is echt man. Ja, hij is echt. Nou, David. Een kleinigheidje is het. Zo, nou, ik heb wat vrolijker, vriendelijker. Hey, hey, hey. Hallo! Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd tijd. Positiviteit. Ade. Love. Tot de volgende aflevering dus. En Hamza, keukenseel, dankjewel man. Ja, kijk eens. Hou je van parfum? Ja. Parfum uit Dubai. En jij houdt ook van koffie, toch? Koffie drinken? Ja. Hier, Mokrom of Hembo. Zo. Ja. Ik heb nog geen één zo gezien, bro. Nee, limited edition, staat nog niet. Nee? Nee, bro. En truien, shirtjes, kijk. Kies. Ja. Leuk. En nog een trui erbij. Thank you.
Alsjeblieft, jongen. Ja. Super. Alsjeblieft. Alleen maar. Mijn leeftijd. Ik zeg.